Wat gaan we nou doen, Joris? Wij blijven ons altijd vernieuwen. Ooh, get ready. Hij begint meteen. Okay. Oh, hallo. Hey, daar zijn jullie al. Wat leuk. Wij gaan iets even nieuws proberen, toch? We gaan een videocollege geven die je moet kijken. Moet. Tijdens de les. Oortjes in. Ja. Heb je nu in? Want dat hebben we net gezegd. Denk Airphones. Ik. Zo gaat dat. Ja. Het is wel heel nieuw, maar Big History, we zeiden het al, blijft zich altijd vernieuwen. We gaan dit gewoon proberen. En we gaan zien hoe het uitpakt. En we beginnen traditioneel, alsof we al een traditie hebben, met de meme van de week. De meme van de week. Die ken ik. Die is toch wel heel leuk. Jongens, wie is dat? Wat vind je hier nou van? Nou, het moet kunnen. Het is op het randje, maar... Hij gaat eigenlijk nog door, hè, die meme van de week. Want kijk, hier is het dus... Oh, ken je deze? Dit is echt... Dit is gewoon een hele bekende meme van... Ik vind iets niet leuk en ik vind het dan wel leuk. Weet je, van dit is wel leuk, weet je. En daar hebben ze dan heel veel van. Dus GHB moet je niks van hebben. PHP. Helemaal cool. Maar eigenlijk gaat hij door. Het leuke is, hè, het is een... Je snapt dat allemaal niet. GHB, het is eigenlijk? GHB, dat is een druk. Met, dan willen ze ook meer seks of zo, weet ik veel. Dat is een of andere druk. Okay. Maar kijk, hij gaat door, want dit is jouw druk, weet je. Big History, kijk. Okay. Dit is zijn druk. Heel leuk. Ja, credits. Degene die deze meme heeft gemaakt, die wint... pluspunten, we hebben ons kapot gelachen toen we zagen. Okay. Dus nou, tot zover. Oké, we gaan nu ons college, we zetten hem gezellig hier neer. Ons college geven. Dat is college 5 alweer. Zoals je ziet, de World History College 5, Big History. Nou, we zijn vorige keer, hebben wij een poging gewaagd, drempel 7 met jullie over te gaan. Dat hebben we natuurlijk vorig jaar alles gedaan, maar in vogelvlucht. En nu doen we dat wat dieper. Dus dat is eigenlijk een beetje wat we aan het doen zijn. Nou, waar hebben we het over gehad? Even kijken jongens, foraging naar farming. Het was eigenlijk die grote stap die filosofen hebben behandeld. Ja, die moet je goed kennen. Ja, en wat belangrijk was, kijk, die vrijstelling... Oh, daar heb je hem weer, de vrijstelling. waar ik het wel eens over heb. Dat lijkt eigenlijk een uitgemaakte zaak. En het bijzondere was... dat Harari daar eigenlijk vraagtekens bij stelt. Dat hij zegt van, kunnen we misschien zeggen dat een mens eigenlijk, heeft niet over niches of voor imbeciles, hè? Ja. Dat hij eigenlijk zegt, door die vrijstelling worden eigenlijk de hersens wat luier. Ja. En je hoeft niet meer alles te kunnen. Je hoeft niet meer alles te dat kunnen. Dat is wel zo. Kijk, vrijstelling brengt ons van alles, hè. Ja. Prachtig. Ik bedoel, de iPhone, de memes. Al die dingen. Pinarello. Hè? Ja, dat is allemaal... vrijstelling ligt onder collective learning. En collective learning maakt ons zo powerful. Maar omdat we collective learning hebben, collective... dan hoef jij heel veel dingen niet te kunnen. Je hoeft helemaal nu niet te begrijpen... Ja, weet je, het is vervelend, het wordt alweer donker. Wij zitten hier natuurlijk weer... Kijk, weet je? Wij zitten weer s'avonds dit allemaal te maken. Hè? Ja, voor jullie. Maar jullie hoeven eigenlijk helemaal niet daarop in te spelen. Want je zet gewoon het licht aan. En dat licht, dat heb je niet zelf hoeven uitvinden. Dat hebben anderen. Dus iedereen kan eigenlijk... steeds dommer worden en toch zich blijven voortplanten. Dom is ook een nieuwe slim of zo, weet ik veel. Nou, blup. Ja, dus dat is erg. Dus dat is echt die vrijstelling, ja. En die maakt eigenlijk dat de dieren steeds meer achterblijven. En wij steeds grotere stappen maken. Terwijl eigenlijk onze geest, zeg maar, of onze intellect minder aan kan. Is zijn theorie. Ja. En dat is interessant. Hoe voel je dat? Hoe voelde dat? Dat je vrijstelling voor het eerst eigenlijk een soort... mini-dishje kreeg Harari. Ik voel het niet persoonlijk eigenlijk. Oh, gelukkig. maar ik ga er even over nadenken. Neem het even mee. Neemt het mee. Okay. En het is ook iets voor jullie om daar goed over na te denken. Ja. Of dat eigenlijk, of dit eigenlijk kan. Of dit eigenlijk reëel is. Precies. Ja. Nog iets anders om over na te denken. Met wie ben je het nou echt uiteindelijk eens? Dat is eigenlijk wel, dat is het ongoing debate. Ben je meer van Hobbes? Of ben je meer van Rousseau? Zie jij de mens... als iemand die eigenlijk van nature helemaal niet zo goed is. En die onderdrukt moet worden, weet je wel. En harde hand, harde staat. Dat zijn bepaalde managementstijlen en zo. Of zie jij de mens juist van nature goed. Hè? En is hij eigenlijk juist verpest door de beschaving. En misschien, dat is eigenlijk ook in dat debat over basisinkomen. Als jij ervan uitgaat dat de mens van nature, als hij gewoon geen donder
Weet je, als hij niks meer hoeft te doen, gaat hij dan ook niks meer doen? Gaat hij zijn handjes zitten ophouden? Weet je, gaat hij gewoon de ego trip, lekker egoïstisch op de bank zitten, chips vreten als hij gewoon een basisinkomen krijgt? Of gaat hij juist, hè, is de mens juist goed van nature en wil hij juist helpen en wil hij juist iets betekenen? Dat ligt daar wel aan zijn grondslag. Dat hele hops roept zo debat. Lok zit er een beetje tussenin met zijn nachtwakers. Skippen we even. Oké, dit over vorige keer. Maar wat jullie ook hadden. Ik ben benieuwd of dat is gelukt. Als de kijkopdracht. Deze vragen kan je nu beantwoorden. Als je die kijkopdracht hebt gekeken. Heb je hem niet gekeken, kan je ze niet beantwoorden. Jammer de bammer. Dan kan je deze video. Dat is wel chill. Gewoon op pauze zetten. Ga je de kijkopdracht alsnog kijken. Dan ga je daarna kijken of je de vragen nu wel kan beantwoorden. Ik zal het wel doen. Hint. Oké. Nou, vandaag. We gaan even door. We zijn dus nu eindelijk die drempel over naar farming. En farming, ja, dat maakt het wel leuk. En dat is wel raar, want eigenlijk gebeurt dat, hè, op meerdere plaatsen tegelijk. Gaan mensen zeggen, hey, laten we ons zetten. Laten wij heerlijk gewoon niet meer rondtrekken, niet meer doen. En dat gebeurt eigenlijk op meerdere plaatsen tegelijk. Ja, het bijzondere is, kijk, wij leren altijd op school en in Europa dat over de Mesopotamië en de vruchtbare halve maan. Maar het bijzondere is dat in... In verschillende wereldzones, en die wereldzones die je overigens goed moet kennen. Oh ja. Die vraagbaar, bevraagbaar zijn. daar gebeurt het bij sommige wereldzones, gebeurt dat. Ja. Op een vrijwel gelijktijdige, een beetje big history. Tijdschalen zijn groot, tijdschalen, hè? Gebeurt dat eigenlijk? Ja. En het interessante is. En ze waren dus niet, en dat is belangrijk, ze waren niet met elkaar verbonden. En toch was er iemand in Afro-Eurasie die zegt, laten we dit gaan doen. Ja. En eigenlijk min of meer tegelijkertijd in Amerika, laten we dit gaan doen. Ja. En ze hadden geen contact. Dat is best wel cool. Ja. 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 Kijk, op die kleine eilandjes is het logisch in de grote oceaan dat men een beetje met die vissen bezig blijft. Ja. Maar dit is wel bijzonder. Ja. En het is interessant om te zien van, hoe komt dat? En waarom is dat min of meer gelijkertijd? Interessant iets. Precies. Huh? Kijk, weet je wat zo fijn is van deze video? Je kan ons pauzeren. Je kan ons pauzeren. Dat kan in een gewone lesje. Dus je kan nu even op pauze drukken. En die wereldzones, dat is wel, die wereldzones, hè? Noteer ze. Ja. Je moet ze weten. Ja. In nummer 1 en 2, wel echt landbouwsamenleving. Grote landbouwsamenleving. 3 en 4, daar gebeurt niet zoveel. Hè? Maar ja, een beetje vissen, een beetje chillen. Een beetje bang zijn voor allerlei dieren in Australasia en zo. Maar hè? Eigenlijk in die andere twee komen dus grote landbouwsamenlevingen tot stand. Voor het eerst. Met heel veel complexity. Want wat krijg je als je een samenleving krijgt? Hè? Beschaving. Wat krijg je dan? Jongens, en die beschaving, de kern daarvan is dat je... Het is eigenlijk... Het is toch weer dat vliegwiel. Oh god. Het is toch weer, ik doe nu even zo, want de animaties weer, werken nu niet. Het is toch weer dat vliegwiel. Ik heb ook iets liggen trouwens. Ja, daar komen we zo. Je krijgt een hiërarchie. En het bijzondere is eigenlijk... De samenleving wordt complexer. En men moet dat eigenlijk ook beter organiseren. Je krijgt rechtssystemen, er gaat iemand manager spelen, zet een beetje een kroontje op. We gaan meer bij elkaar hokken in steden. En wat belangrijk is, dit kan ook omdat men het schrift uitvindt en op die manier ook gaat verwerken. En door imagined realities. Hè? Dat is wat we al vorige keer introductie, ik geloof... De tweede les of zo, de introductie van Harari, die heeft het daar al meteen over imagined realities. Dat werkt omdat die rechtspraak, we gaan zeggen, er zijn rechten voor de mensen, die zijn niet aanwijsbaar. Die zijn nergens vindbaar. Het is een imagined reality. Economie is dat ook. Hè? En dat gaan we conveyen op schrift. Maar dat schrift, dat is heel belangrijk. Wat heb je daar, Joris? Ja, dit is even uit het archief van Burmeister, hier persoonlijk archief op school. Dit is de steen van Rosetta. Het is een heel bijzonder iets. Ligt in het British Museum nou. En jij hebt het gekaapt. Ja, ik heb hem eigenlijk... Het bijzondere is, het duurde een hele tijd voordat dat vertaalbaar was. Dat kon uiteindelijk omdat het Grieks erbij zat. En kon men ook het Egyptische, de hiërogliefen uiteindelijk vertalen. Wat belangrijk is, het is eigenlijk, zeg maar, steeds... Je kan eigenlijk dat collective learning, je kan in stappen verder gaan. Je hoeft niet steeds terug. Je hebt steeds een basis die je opschrijft en dan kan je weer een stap verder doen. Precies. En dat is eigenlijk wat de mens steeds voort laat gaan. Als je het vergelijkt met de dieren, die geinige dingen doen.
Hè? Ja. Maar die doen dat eigenlijk, dat wiel vinden ze eigenlijk steeds opnieuw uit. En je kan je kennis nu eigenlijk ergens opslaan, buiten je eigen kopie. Ja. En dat is echt heel fijn. Eerst moest je alles overzingen en doen. En nu opeens buiten je eigen kopje kun je het opslaan. En waar werd dat nog weer opgeslagen? Nou, eigenlijk, ik ga de meme ga ik alsnog hier in die video ergens ertussen zetten. Want er zijn memes over de bibliotheek. Oké. De bibliotheek van Alexandria. Okay. Jullie weten dat vreselijke verhaal. Vorig jaar hebben we dat al verteld. Havisten, sorry. We gaan nog een aparte HAVO-video maken. Ja, die is wel, jongens. Als jullie dit iets vinden. Ja. Maar, oh jongens. Die bibliotheek, daar lag al die kennis. Nou, ik kan... Cry. Maar in ieder geval, oké, hoe komen we hier nou weer op? Over collective learning. En ja, het wordt ergens opgeslagen. Ja, die precies. Toch redelijk in die buurt van die biep lag trouwens. Ook nog. Maar wij kunnen dus eindelijk onze kennis, die we eerst allemaal in kopjes droegen. En dan moest je elkaar zien om het over te zingen. Dus ging ik, la 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 Joris, zo bak je een ei. En en jij zong dan terug, Coca-Cola is de beste. Ja. Ja. En nu kan dat gewoon worden opgeschreven. En nou, nu kun ik het appen en zo. Maar ik bedoel, toen, als dat schrift komt, dat is dus echt super belangrijk. Want dan kan je het gewoon eigenlijk overschrijven. Over. Je kan het ook. En niet alleen gewoon naar generatiegenoten, maar ook naar je kleinkinderen. Hè, je bent al lang dood, maar ze hebben nog steeds het recept van jouw epic jam of zo. Ja, het mooie is, kijk, die bibliotheek is ook letterlijk een harde schijf die steeds meer gevuld wordt. Tot je natuurlijk een beetje die donkere middeleeuwen krijgt. Maar het is een harde schijf. Toch lieten de Romeinen het gebeuren hoor. Nee, je moet jawel, die bibliotheek. Nee, ze stonden erbij, ze keken ernaar. En het werd verwoest. Dat zouden Grieken nooit doen. Nooit. Die zaten in hun huizen. Dat Romeinse legioen, dat garnizoen probeerde dat te voorkomen. Het was een Grieks sprekend gedeelte van het Romeinse Rijk. En dit is een enorm verlies. En het heeft ons ook weer een stap terug eigenlijk gezet. Want men heeft ook gezegd dat eigenlijk ook daar nog in die bibliotheek een stoommachine stond. Hè? Probeer je even voor te stellen als. En al die geschriften van Ari, jongens. Ja. 160 stadstaten heeft hij beschreven. Eén beschrijving overgegeven. Kun je nagaan wat voor een epics Arie misschien. Dat kan bijna niet nog meer. Ja. Maar wie wellicht, je weet het niet. Dat was die Bibel. Nou, we stoppen erover. Sorry. Let's go. Ja, ik word een beetje... Ja, het schrift. Nou, dat schrift is kardinaal dus. Oké, want je kan het dus exporteren. Oké, dat begrijp ik. Waar ontstond dat eigenlijk? In Sumerië, dat is zeg maar één gedeelte in die vruchtbare halve maan. Precies. Ik heb dus niet over Egypte, ze zijn daar iets eerder, Sumerië. Het ligt nou ongeveer in wat nu Irak is, een gedeelte. En daar heb je eerst dat heel eenvoudige spijkerschrift. Ja, en gewoon, dat wordt zo genoemd omdat het op spijkers lijkt. Ja, het zijn eigenlijk een beetje mini-tekeningen, wel heel mooi. Hè? Daar begint dat, bij de Sumeriërs. Komen we zo op. Hè? En dan... Ja, zij zijn ook eigenlijk de eerste daar. Je hebt daar Hammurabi, is een van de eerste koningen. Die besluit op een gegeven moment, en dat is natuurlijk een belangrijke stap, om ook wetten neer te pennen. Dat is de bekende codex van Hammurabi. Die is bewaard, daarom weten wij dat. En dat is dus een enorme stap als je wetten hebt en dat die nodig zijn om zo'n stad of zo'n samenleving te laten functioneren. Maar ook om de status quo te garanderen eigenlijk. Hè? Dat eigenlijk die hiërarchie in stand blijft. Dat de koning blijft en de boer eigenlijk door blijft ploeteren. En dat alles wordt geborgd, vind ik niet zo'n... dat is zo'n managersterm? Nee. Godverdarie, borgen. Verzekerd eigenlijk door die codex. Ja. En dat is het eerste wetboek. Precies. Kijk, die Romeinen werken dat later uit. Hè. Ik dacht, waar blijven ze? Er was ook nog weer een meme over. Could you stop for 5 minutes? Hij heeft wel 5 minuten volgehouden trouwens. Oké. Justinianus, de codex, maar dat is later zij beginnen in Mesopotamië. Nou, en die kan je lezen in je reader. Die wetten zijn vooral interessant. Kijk, daarvoor is een stukje tekst en dat gaat gewoon over steden en zo en de opkomst van steden. En dan daarna, vanaf pagina 35, wordt best wel interessant, want je ziet ook wat voor regels ze hadden en zo. Dat is best wel grappig gewoon, weet je wel. Het zegt heel veel over zo'n samenleving en zo. En het was dus al, weet je, zo konden mensen dus wel blijven samenleven. Ja. Want anders konden ze niet handelen. Want laten we wel wezen, je moet het gaan opschrijven als je meer dan 150 man wil zitten daar natuurlijk. Oké, nou... Jongens, eigenlijk deze dingen, de Sumeriërs, de komst van het schrift, al dat gedoe, hè, dat wordt beschreven, niet alleen in de reader, hè, die jullie moeten leren, maar ook het boek. Nou, het boek hebben we eigenlijk
nog niet zo vaak benadrukt. Hebben we je nu wel laten meenemen naar de les. Dan kan je zo meteen lekker uitwerken. Natuurlijk, hoofdsucces heb je alles gehad. Behalve als je van de haven komt. Sorry, weer. Gaan we regelen. Komt goed. Maar die heb je allemaal al een keer gelezen. Moet je wel herhalen voor de toets. Natuurlijk, ja. Hoofdsucces. Dat is gewoon met de hele psychologie en de komst van de mensen. Bla, bla, bla. Appeltje, eitje. Hoofdstuk 7 is voor iedereen nieuw. Voor iedereen. Niemand van jullie hoeft hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8 te leren, weet je nog? Want dan gingen we in vogelvlucht door. Want dat zouden we dit jaar verder doen. Dus dat is voor iedereen nieuw. En we gaan dus ook nu, vanaf nu, hoofdstuk 7, daar gaan we de landbouw in. En daar zijn we nu. Dus dan gaan we ook het boek een beetje volgen. Dat vind ik wel leuk natuurlijk. Hoe zit dat in elkaar? Je ziet eigenlijk 7.1, paragraaf 7.1. Dat gaat gewoon over die stap. Hè? En over vrijstelling. Daar staat ook dat mooie... Ik pak even het boek erbij. Vertel jij door. Jongens, daar staat dat mooi gekaderde stukje over vrijstelling. Met een mooi plaatje erbij. Ja. We kennen het begrip. Dat is 7.1. Ja. Dat is 7.1. En dan het hoogtepunt van 7.1 is natuurlijk dit prachtige stuk van de heer Burmeister. Vrijstelling door de eeuwen heen. Hè? Nou, moet je natuurlijk goed kennen. Dat is zo. Maar in dit boek nog meer... Daarna gewoon eigenlijk wat we nu vandaag een beetje vertellen. Begin van geschiedenis, dat schrift is een beschaving en welke culturen. Nou, we gaan zo een paar cultuurtjes af. En de volgende keer gaan we door met die wereldsoms. En dat doen we eigenlijk een beetje in het kader van de opkomst ook van economie. Dat is wel leuk. Gaan we een beetje naar economie kijken en dat soort dingen. Ja, komt helemaal goed. Maar 7.2 dus vandaag. Nou, wat wordt daar besproken? Ten eerste Sumerië, waar we net, daar was dus het schrift. Daar weten we van, het oude schrift. Maar die Sumeriërs waren vrij... Vet, epic. We hebben heel veel aan hen te danken. Ja, kijk, die Grieken zijn zichzelf altijd een beetje op de borst aan het slaan om wetenschap en start enzovoort enzovoort. Hey. Maar die Sumeriërs, dat waren natuurlijk hele praktische jongens en die hebben al heel veel, die hebben eigenlijk het tapijtje uitgerold en heel veel basisdingen neergezet. Ja. Hè? Die je nu als logisch ziet. Hè? Bijvoorbeeld de zevendaagse week. Dat is eigenlijk helemaal geen logisch getal. Maar dat hadden zij door een beetje naar die hemel te koekeloeren vanuit hun ziekenrads, vanuit hun torens, zeg maar. Ja, die zie je hier, hè? Ja, dat was een beetje zo zag het eruit. Ja, die hadden zij eigenlijk op die manier in elkaar getimmerd. Ja? En het leuke was, zij noemden dus ook al gewoon eigenlijk elke dag van die week naar een ster die weer een godennaam had. En dat hebben eigenlijk gewoon de Romeinen... basically ook weer gejat. Wat jatten ze niet? Mooie naam. Kijk, die namen hebben de Romeinen verromaniseerd. Hè? Maar, en dat zie je nog best wel ergelijk leuk terug. Natuurlijk in de dagen van de week. Maar dat is de maand. Ja, dat is ook goed. Die keizers die gingen ook natuurlijk de maanden naar hen noemen. Maar de dagen van de week. Ja, je ziet het mooier. Mercredi zit Mercurius in. Hè? Je ziet het mooier bij het Frans. Mardi, Mars. Romaanse taal zie je natuurlijk. Maar Frans, dat hebben ze op school, zeg maar. Toch? Ja. Okay. Dus daar zie je dat heel erg goed. Vrijdag is dan weer raar, want dat is naar een Freya god. En dat is weer een Germaanse god. Dus het is ook een soort EU-dealtje eigenlijk. En weet je hoe dat is tot stand gekomen. Maar in ieder geval, dat idee dat je eigenlijk een ster naar een god noemt en dan dat naar de week, dat is dus van de Sumeriërs. En ook alles in 60-tallen, want we hebben 60 seconden in een uur. In een minuut, seconde. Ja, 60 minuten in een uur, dat. En 360 graden van een cirkel. En 180 is dan een halve cirkel. Dat allemaal is van hen. En ze vonden ook wel het wiel uit. In tegenstelling tot sommige anderen. Ja, waar we zo snel op komen. Nee, ze hebben wel de nul trouwens. Dat hebben de Romeinen vergeten. Ja, de Romeinen vergaten de nul. Ik bedoel, kan je nou stellen dat de Romeinen überhaupt... Daar hebben we het toch wel over. Oké, Egypte. Egypte. Het grap was, dat hangt een beetje tegen dat Mesopotamië aan. Dat wordt er vaak ook bijgetrokken. Maar het was eigenlijk door de natuur heel goed begrensd. Hè? Je hebt de woestijn in het zuiden, de zee in het noorden. En eigenlijk dat hele kleine stuk land, die landgrens bij de Sinaï. Dus het was eigenlijk een heel eigen gedeelte. En die cultuur, die heel eigen was, die bleef ook heel lang hetzelfde. De 3000 jaar is er eigenlijk nauwelijks iets veranderd. Ja, er is één gekke koning die rebelleerde en die wilde ook allerlei... Dat zie je ook, de kunsten, de hoofdstad werd verplaatst en zo. Dat is eigenlijk twee generaties geweest. En toen ging alles weer in het oude systeem. De farao's waren de baas.
Je hebt die piramides, die eigenlijk hele onhandige dingen. Die piramides, er zijn hele vette theorieën over. Heel onhandige dingen zijn natuurlijk. Ja, onhandig. Maar weet je, er is zo'n beetje bijna conspiracy theory dat die piramides al veel ouder zijn. Want ze staan eigenlijk, die drie, hè, die staan eigenlijk precies zo als de belt van Orion. Ja. Weet je wat, de sterrenstelsel? Ja. Ja. Wow, dit is zo big history dat we dan nu weer... Wow. Oké, dus de belt van Orion, weet je wel. En die dat staat precies zo in diezelfde structuur. Yeah. En dan gaan er van die aluhoedjes die zeggen, ja, en dat stond er precies boven, veel langer geleden, dus het is door aliens gedaan. Maar eigenlijk koekeloerden de Egyptenaren gewoon heel goed naar boven. En daarom staan die drie piramides niet precies op één lijn. Die staan precies zoals de belt van Orion, die niet op één lijn is. Dat is best wel heel cool. Dus dat zijn leuke ideeën. Oké, nou, aan de andere kant van een grote plas. Dat is interessant. Maya's in Amerika, in Midden-Amerika heb je de Maya's. Met maïs. Maya's en maïs. Ja, het grappige is, die zijn in de bossen, dus zonder graan, maar op veel kleinere percelen, zijn zij dankzij maïs, hebben zij zo'n complexe samenleving kunnen bouwen. Met heel veel bijzondere gebouwen, waarschijnlijk tempels. Daar is weinig over bekend. Ook omdat uiteindelijk die maïsvelden, die met veel moeite uitgehakt zijn, en zorgden voor vrijstelling in die samenleving, uiteindelijk allemaal weer overwoekerd zijn. En dat geldt ook voor die gebouwen. En net zo goed als het heel moeilijk te duiden is waarom zij op een gegeven moment, zeg maar, vergelijkbaar met ons die vrijstelling geregeld hebben, is het ook heel moeilijk te zeggen waarom dat op een gegeven moment weer overwoekerd is. Precies. Maar wat echt heel relaxed en Goldilocks voor hen was, hè, je moet dan, als je dus een samenleving, een landbouw wil beginnen, moest je daar dus zo'n heel dicht bos met allemaal enge beesten en zo weg gaan kappen. Dat is echt een heel verhaal. Maar inderdaad, die maïs, daar heb je maar heel weinig oppervlakte voor nodig. Dus je hoeft er maar weinig bos weg te kappen om toch heel veel monden te... Het heeft een enorm veel... Maïs genereren. Ja, heel veel meer energy, hè, wat ook zo'n key term is natuurlijk. En dat is Goldilocks voor ze geweest. Hè. Daardoor konden ze toch midden in die oerwouden eigenlijk samenlevingen en hele mooie dingen bouwen en doen. En een epic kalender ontwikkelen, waar allemaal mensen ook van dachten, oh, de wereld vergaat, want dat hadden de Maya's voorspeld. Ja. Maar ze hadden gewoon de kalender ergens random laten stoppen, omdat ze dachten, nou, dat is zover in de toekomst, dan zien we wel weer. Maar daardoor dacht iedereen dat in 2001 de wereld zou vergaan. Ja. Vraag maar eens aan je ouders. Maar met graan hadden ze dus niet gered, en dat is inderdaad heel bijzonder. Ja, met graan was dit no way gelukt. Ja. Maar gelukkig, aan die kant van de plas, is er maïs. En dat hielp hen. Ja. En af en toe, met Google Maps was er kort geleden zo'n Maya, of ik weet niet of het Maya was of zo'n ander ding, maar die structuren waren eigenlijk gevonden in die oerwouden nog. Had iemand gewoon gezien, weet je, die keek. Die velden. Nou, de structuren van dat er ooit een stad is geweest. En nu zijn ze daar naar op zoek gegaan en zo. Dat is heel cool. Ja, maar veel ik weet niet hoe dat verder is gegaan. Veel tempels staan nog wel. Ja. Nou, dat zijn de Maya's. Oké. Wat je ziet, en wat even belangrijk is bij deze drempel, hè, is dat je eigenlijk, hè, als je wil gaan naar de emergente eigenschap, de samenleving, dat is namelijk eigenlijk heel complex. Een samenleving is veel complexer dan gewoon zo in drempel 6 een beetje zo samen rondrennen. Daar is die drempel, oh, daar zie je geen mensen op. Jammer. Oké, nou, maakt niet uit. In ieder geval, hè, je rent achter de dieren aan, dat is allemaal heel duidelijk en zo. En nu krijg je een samenleving met allemaal hele ingewikkelde instituties, systemen die op elkaar, weet je, dat is natuurlijk complexer. Dus het voelt al, claim test to intuition, het voelt al intuïtief gewoon complexer. Maar je kan dat dus ook beargumenteren. Hè? Kijk, je hebt gewoon veel meer ingrediënten. Dat zijn ingrediënten, mensen, maar ook, hè, dat schrift, een economisch systeem dat opkomt, rechtspraak, precies op opeenvolging is dat je dat dus samen gaat doen in zo'n stad. Je gaat steden bouwen en zo, en dan ga je dat dan samen doen. En als je dat dan allemaal in de goede volgorde zet, dan krijg je inderdaad de samenleving waar mensen zich verbonden voelen. En samen kunnen leven op hele complexe manieren. Echt totaal vaak tegen hun natuurlijke neigingen in. Je moet heel vaak in elkaars personal space komen. Soms is het echt heel awkward eigenlijk voor mensen. Nog steeds heel moeilijk. Maar we kunnen dat wel. Dat is best wel knap eigenlijk. En zo. Nou, hè, dus het is ook de samenleving zelf zou je kunnen zien als een emergente eigenschap. Dankzij al die poppetjes die samen die samenleving maken. Nou, natuurlijk hier ook weer de befaamde drempelkaart. De ingrediënten, natuurlijk. Nou, dat is eigenlijk dus waarom
is dit gebeurd? Hè? Hoe ging dit? De ingrediënten en die Goldilocks. En dan de complexiteit dat we dus die landbouwsamenlevingen krijgen. Hè? Een landbouwsamenleving overigens heeft altijd als kenmerk dat het totaal uiteindelijk op landbouw berust. Dus als jij als land wil groeien, dan moet je meer land tot je nemen. Dus dan ga je landje pik spelen. Dan ga je eigenlijk andere staten onderwerpen. Daar gaan we volgende keer dieper op in. Want we gaan dus kijken naar die grote rijken. The rise and fall of empires. Hè, die allemaal landje pik speelden. Om eigenlijk gewoon, als het goed ging hè, met ze. Dan dachten ze, nou moet ik de boel weer eens veroveren. Die moeten wel blijven groeien. Dat is iets land, anders dan een moderne staat. Ja, dat land is een asset. En dat is tegenwoordig, op een enkele uitzondering daar. Zijn dat in conflicten, is dat toch iets anders? Dat is het verschil tussen drempel 7 en 8. Nou, daarover snel later. Meer. Ja, daarover later. Even laatste ding. Dat is leuk, want dat kan je nu lezen. Dat is echt heel interessant. Eigenlijk een van die emergente eigenschappen die je ook zou kunnen zeggen, is de economie. Die economie, die komt er ook. En dat is eigenlijk van een soort ruilhandel is logischer. Ja. Die Inca's die dachten, wat willen jullie nou met dat goud? Er komen opeens Europeanen, die wilden allemaal dat goud. Zij waren gewend, goud, ja, daar kan je een mooie sieraad van maken, maar zij ruilden dingen, zij wouden cacaobonen of weet ik veel wat ze daar hadden. Weet je wel, dat vonden ze heel raar dat je tegen goud ging ruilen, want dat kon je niet eten of zo. Daar deden ze nog ruilhandel, dat is in het Engels barter, dat is heel belangrijk. En eigenlijk zijn we van ruilhandel al snel naar toch geld gegaan. Dus naar goudmuntjes en zo. En dat beschrijft Harari echt heel mooi. Dus dat ga je nu doen. Pagina 37, 38 gelezen. Dat is ook huiswerk. Maar dat ga je nu doen. Dus wij willen nu ongeveer op dit moment... gaat bijna iedereen om je heen. Kijk maar eens om je heen. Gaat allemaal zijn oortjes uitdoen. Ja. En lekker lezen. Syllabus heb je bij? Of de reader heb je reader bij. Heb je bij. Oeh, als je dat niet hebt. Wat dan? Dit keer? Moet even iets leuks gaan verzinnen. Dat durf je niet meer, denk ik. Oké, jongens, dat is dus eigenlijk huiswerk. En nog wat meer. Tot en met 38 is huiswerk uit de reader. En dus boek 7172, kan je ook lekker mee aan de slag. Dit was het. Vragen of opmerkingen, heel erg welkom. We zijn heel benieuwd hoe jullie dit bevalt. Is dit iets, moeten we dit vaker doen? Of hebben jullie ons toch weer gewoon voor de klas? Laat het ons weten. Wij lopen nu rond. Ja. Het is raar, wij lopen nu rond. Weet je, dit kan ook niet elke keer hoor. We gaan bekijken hoe het werkt. Ja, voor als we zo gecrampt. Het is eigenlijk even credits. We moeten nog even credits doen, vind ik. Een beetje aan wat dames die kwamen van, het is toch wel vol. En kan het niet anders. En dan proberen wij toch altijd erover na te denken. En dan denken we, het kan misschien wel anders. Maar ja, ik weet niet of dit iets is. We gaan het zien. Dus we zien jullie in de les. We lopen nu rond. Benieuwd en al. Kijk, ons is benieuwd. Zijn er nog een afterthought? Dat was het. Nee, ja, dat was het. Nou, groetjes uit F4, waar dit allemaal is gefilmd. Het is nu echt donker buiten, zie je. En jij gaat de racefiets op. Ja, dat is wel heel leuk. Cola fles. Oh shit, we zouden cola drinken. Ook nog. Nou, we gaan cola drinken. Ja. Oké, dankjewel. Dag.